deze auto sluiten we eigenlijk een tijdperk af. Hè? Het tijdperk van grote atmosferische blokken in de performance versies van relatief normale auto's. Hè? Dit is in de basis een Audi A4. Maar toch ook weer niet. Een RS4, ja, dit is een auto. Hier worden de meeste mensen denk ik wel blij van. Maar dit past altijd in je leven. Hè? Of je nou alleen bent en gewoon een gave snelle station wil. Of dat je een gezin hebt en een gave snelle station wil. En dan wil je die station vanwege de ruimte. Natuurlijk, RS6 nog een maatje groter. Maar hiermee kom je natuurlijk ook prima uit. En dit is dus de laatste die nog zo'n mooi atmosferisch blok had. 4,2 liter groot, 450 pk. Klinkt ook wel gewoon lekker. Deze auto heeft niet helemaal de standaard uitlaat. En dit is de B8 generatie van de RS4. Inmiddels is de B9 er. En die heeft gewoon een V6 B-turbo. Hartstikke mooi. Maar dit is wel anders. Heel anders. Nog steeds aantrekkelijke auto om te zien. Nog steeds fris om te zien. Prestaties nog steeds goed. Dat vertaalt zich ook wel een beetje in de prijzen. Dit is nog niet mega, mega betaalbaar. Dat je denkt, nou, in plaats van een iGo'tje of een Upje, doen we gewoon een RS4 deze keer. Prijzen, autotrack, eigenlijk tussen de 50 en de 70.000 euro staan er zo'n 10 te koop. Ik dacht eerlijk gezegd dat er meer RS4'en waren verkocht dan RS5'en. Maar aanbod op autotrack zie je gewoon meer RS5 te koop staan, zo'n 20 stuk. Veel van de aandachtspunten voor deze auto gelden natuurlijk ook voor de RS5 en in mindere mate voor de S4. Maar dit is natuurlijk wel een ander beest. Hij is breder, maar ook grotere spoorbreedte. Ja, ook om te zien is dit echt wel een stoer ding. Lijkt me een goede samenvatting. Stoer ding. Alternatieven, de eerste die ik bedacht, enige echte alternatief, is van Audi zelf, RS6. Ook snel, ook ruimte, ook vierwielaandrijving. Want we hebben wel een C63 AMG Estate of Station. Maar die heeft alleen maar achterwielaandrijving. En bij BMW, snelle station, 335i of 340i. Maar dat haalt het toch weer net niet helemaal hierbij. En de M3 sedan zou natuurlijk ook kunnen, maar is minder praktisch. Dus wat dat betreft is Audi zijn eigen niche met de RS4 Avant. Stel dat je er een wil aanschaffen, waar moet je dan een beetje op letten? Het valt me nog wel mee voor deze auto. Het blok heeft vrij veel last van koolstofafzetting in het inlaattraject. De meeste direct ingespoten motoren hebben dat. Regelmatig olie verversen helpt. Premium brandstof tanken helpt ook echt om die vervuiling tegen te gaan. En anders zou je met walnootschillen kunnen ze dat inlaattraject dan weer schoonmaken. Dat is op zich geen gek idee bij een auto die al wat kilometers heeft gemaakt om dat gewoon te gaan doen. Als je een RS4 hebt die wat inhoudt, schokt, gewoon niet altijd lekker door toeren heen loopt, dan zou dat kunnen zijn dat dat inlaattraject vervuild is. Dan een groot ding waar je echt even scherp om moet zijn. Ik denk de Achilleshiel van de RS4 en RS5. De versnellingsbak. Dit is een S-tronic bak met dubbele koppeling. 7 traps. 7 versnellingen dus. De versnellingsbak moet echt snel schakelen. Soepel schakelen. Moet gewoon helemaal goed gaan. En zeker de beginjaren is er wel wat gedonder mee geweest. De printplaat, Megatronic Unit heet dat. Ja, ging dan mis en dan moest dat worden vervangen. In het ergste geval de hele bak of gereviseerd. Dat kan allemaal echt serieus in de papieren lopen. Dus wees daar gewoon bedacht op. Die bak moet gewoon super snel en lekker soepel schakelen. Dan qua carrosserie. Ja, dit is natuurlijk een potente auto. Dat betekent dat je scherp moet zijn op eventuele schades. Dan een ander kleiner dingetje. Afwatering bij de voorruit. Kan verstopt raken. Het is sowieso wel goed dat je dat af en toe even schoonmaakt. Even de bladeren overal weghaal. Het vervelende is, het gaat op een gegeven moment lekken. En dan lekt het op sommige elektronica computers die daar dus precies bij die rand zitten.
En ik weet niet of je wel eens eerder hebt geprobeerd een computer of een telefoon in water te gooien en kijken hoe dat gaat. Gaat niet altijd goed, dus dat geeft gewoon storingen. Dan het panoramadak, die rails, die moet je af en toe invetten. Daar heeft Audi dan een speciaal spul voor, ongetwijfeld hartstikke duur. Maar doe het maar wel, en ook preventief, eigenlijk misschien wel om de 80.000, 100.000 kilometer. Om gewoon te zorgen dat het panoramadak netjes open en dicht blijft gaan. Als het niet netjes open en dicht gaat, ja, dan loopt hij misschien wel helemaal vast en dan ben je verder van huis. Dat is natuurlijk complex, zo'n dak. Gaan. Onderstel, in principe redelijk degelijk. Let even op wat voor soort banden zijn gemonteerd. Maar goed, dat roepen we vaak. Bij dit soort auto's passen gewoon fatsoenlijke, goede banden. Als daar rare budgetbanden onder zitten, dan ja, dat is altijd een twijfelgeval over hoe het onderhoud is uitgevoerd. De remmen, die stalen remmen, die remblokken zijn niet fantastisch. Piependam, slijten snel, dus daar kan je beter dan een andere keuze in maken. Maar er zijn natuurlijk zat leveranciers van remblokken, dus daar is vast wel iets beters te vinden. Elektronica, over het algemeen redelijk degelijk, maar controleer gewoon even alles. Dat alles netjes werkt en hij heeft natuurlijk elektrische stoelen, zo'n panorama, dat ook Navi, noem het allemaal maar op. Het kan gewoon in de papieren lopen als er wel iets mee is. Dus neem even de tijd om gewoon alles te checken. Dan laatste ding, elektronische parkeerrem. Die wil dan af en toe niet lossen. Dan kan je wel weer vlot krijgen, vraag. Maar dat is wel een irritant probleem. Dan sta je daar stil met de handrem erop en zie dan maar eens weg te komen zonder hulp. Dit exemplaar, ja, gewoon zwart. Ja, lekker een beetje sinister. Staat hem wel goed. En deze RX4 hebben we geleend van onze vrienden van FleetAccess.nl. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tips@autoblog.nl.